verwachten een geslaagd IPCO. Een IPCO waar we belangrijke onderwerpen bespreken, moeilijke onderwerpen. Dus ook een IPCO waarin we stevige debatten zullen hebben. En uiteindelijk succesvol als parlement elkaar de hand schudden en een stap verder zetten. We hebben ons voorbereid gewoon door inhoudelijk ons goed in te lezen, stukken te verzamelen. Met elkaar te overleggen, want we staan natuurlijk uit verschillende partijen. Hè. Die partijen denken niet allemaal hetzelfde. Wie wat zegt, wanneer. En verder gaan we vooral heel graag het gesprek aan met onze collega's uit de andere drie landen uit het Koninkrijk. We hebben namelijk een agenda vastgesteld. Dat hebben we vooraf gedaan. Dat hebben we gedaan naar aanleiding van het vorige IPCO. Er zijn nieuwe punten bijgekomen en daarmee hebben we een volle agenda. En die agenda bevat de punten die nu leven in het Koninkrijk. Want het gaat niet zo heel makkelijk. Er zit wat schuring, wat wrijving. En dan moet je als parlementen volwassen genoeg zijn om die punten, juist die punten, te bespreken. En op juist die punten een stap vooruit te zetten. Nogmaals, als volwassen parlementen moet je het hebben over de onderwerpen die relevant zijn. Moet je het hebben over waar gaat het statuut over? Wat zijn de grenzen van Nederland ten opzichte van Aruba, ten opzichte van Curaçao, ten opzichte van Sint Maarten? Als je het daar niet over hebt, ja, laten we dan stoppen met dit soort overleggen. Want de kern van de problemen is wat thuis hoort in het overleg tussen parlementen. En nogmaals, dat zal best wel eens wrijven, maar zonder wrijving geen glans. En uiteindelijk denk ik dat het er beter op wordt dat het gaat glanzen.